Geliefde broeders en zusters, goeiedag en goed zondag en vandaag deze Lectio Divina van zondag 20 augustus zullen wij het woord van God mediteren samen als een kerk. Deze Dominus Dei, deze dag van de Heer, is de dag die Hij heeft gemaakt en die wij kunnen Hem loven, Hem prijzen, Hem danken en vooral ook om Hem ontvangen in onze zielen. En in het brood, in de Eucharistie, maar ook in het woord van God, in zijn woord. Uit de profeet Jesaja. Zo spreekt God de Heer. Onderhoud het recht en doet wat rechtvaardig is. Want mijn heil is in antocht. Mijn gerechtigheid zal zich openbaren. De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om Hem te dienen, die zijn naam met liefde vereren en zijn dienaren willen zijn. Alle die de Sabbat onderhouden en Hem niet onteren, die trouw blijven aan mijn verbond. Hen breng ik naar mijn heilige berg en ik geef hun vreugde in mijn geheug van gebed. Hun brand en slachtoffers zullen mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd een huis van gebed voor alle volken. Woord van de Heer. Wij danken God. Want mijn huis zal worden genoemd een huis van gebed voor alle volken. En het huis van gebed van de Heer is de kerk vooral, maar ook ons hart, onze ziel, ons bestaan kan ook een huis van gebed zijn. En deze zin doet ons nadenken. Is mijn leven in gebed? Mijn momenten van stilte, van alleen te zijn, is zijn momenten van gebed? Hoe bid ik? Hoeveel keer bid ik per dag of per week? En hoe intens is mijn gebed? Is mijn huis in gebed? Is mijn familie in plaats van gebed? Is mijn relatie met God echt in gebed? Of is een bankrekening die ik wil. Dat kunnen wij vandaag nadenken met dit kort zin. Mijn huis zal worden genoemd een huis van gebed voor alle volken. Zijn wij in gebed voor alle volken? Zijn iedereen welkom bij ons? Ja, dan zullen wij vandaag deze genade vragen voor de Heer om ons leven een huis van gebed worden en ook letterlijk ons huis, onze slaapkamer, mijn relatie met God, echt een gebed worden. Psalm 67. God, wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat hij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat alle volken u eren, o God, dat alle volken u eren. God geeft ons zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, ik, Paulus, richt mij nu tot u, die uit het heidendom gekomen zijt. Ik ben, weliswaar, apostel der heidenen,
maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog, omdat ik hoop daardoor mijn eigen volk tot na eeuwig te prikkelen en er althans enigen van te redden. Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Maar God kent geen berouw over zijn genade haven, nog over zijn roeping, zoals hij er steeds aan God ongehoorzaam zijt geweest. Thans echter, dankzij de ongehoorzaamheid van Israël, ontferming hebt gevonden. Zo is thans Israël op zijn beurt ongehoorzaam geworden, opdat het ten gevolge van de u betoonde ontferming eveneens erbarming zou vinden. Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten om allen in te sluiten in zijn ontferming. Woord van de Heer, wij danken God. Deze theologische brief van Paulus geeft in essentie, en dat is de twee laatste versen van de lezing van vandaag. Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten om allen in te sluiten in zijn ontferming. Dat betekent dat iedereen heeft gezonden, maar iedereen kan ook erbarming, ontferming, barmhartigheid verkrijgen. Als wij zeggen, deze zijn niet, hebben niet gezondigd, dan kunnen wij ook zeggen, deze verkrijgen ook niet barmhartigheid, erbarming, ontferming. Bijvoorbeeld de kinderen. De kinderen zijn nog niet bewust van al hun daden, maar toch alle mensen. De mensheid is, zijn wij in de zonde van Adam en Eva gevallen. Iedereen, dus zelf kinderen, geboren al met deze smet van de eerste zonde van de mens. De ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Maar zo kunnen wij iedereen ook deelnemen aan zijn ontferming, aan zijn barmhartigheid. Dan kunnen wij genade krijgen uit het kruis, uit de opoffering van de Heer Jezus Christus op het kruis. Dus iedereen heeft gezondigd, maar iedereen kan ook de barmhartige God ontvangen, de barmhartige God omhelzen, ontferming ontvangen, ook vergeving van onze zonden ontvangen. Dus iedereen kan deelnemen aan de barmhartigheid van de Vader. Dat is de essentieel punt van deze lezing, van deze tweede lezing van vandaag. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luid geroepend: heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wenden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want zij blijft ons achterna roepen. Hij antwoordde: ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw
quam nader bei, wirp sich vorsenvulten neer en zei, Heer, help me. Hij gaf haar ten antwoord, het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Toch wel, heer, sprak zij, want de honden eten immers toch ook de krummels die van de tafel van hun meesters vallen. Daarop zei Jezus haar, vrouw, gij hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Woord van de Heer. Wij danken God. Van dat ogenblik was haar dochter genezen. Ja, we kunnen zeggen, de Heer Jezus Christus was hard en onbeliefd tegen die vrouw. Maar het evangelie van vandaag kan voor ons illustreren hoe de Heer Jezus Christus in dat van geloof van ons verwacht. Hij kan alles, maar toch vraagt hij in dat van geloof. En deze vrouw was een Canaanese vrouw. Dus zij was niet van Jeruzalem, zij was niet van een Joodse vrouw. Zij was van een andere streek. En de Heer zou zeggen, nee, de genade van de Heer, de barmhartigheid van God, is voor de kinderen van Israël. Is bestemd voor de kinderen van Israël. Hij zou haar toch prikkelen. Toch, ja, hij zou toch haar in de proef stellen om te testen. Heb jij geloof? Gelooft echt jij in mij? Gelooft jij echt in de macht van de Vader? En deze vrouw zou zich klein maken. Zij zou een heel nederig houding hebben tegen de Heer Jezus Christus. Zij zou niet klagen of zeggen, ja, maar je bent toch een profeet, doe maar dat. Nee, zij zou niet wezen, zij zou zich klein maken en vragen, als een arm die zijn handen opent om iets te vragen. En dan zou zij verkregen, zou zij ontvangen wat zij verlangt. Omdat zij vraagt niet als een persoon die zegt, ik heb recht, je moet dat doen. Nee, zij zou zeggen, alsjeblieft, help me. Ik ben niet waardig, maar toch, help me. Ik heb u nodig. Dat voor ons is een grote les van nederigheid. En zoals de tweede lezing, wij iedereen zijn zondaars, zijn zondaressen. Wij iedereen hebben de barmhartigheid van de Heer nodig. En om te af te sluiten, ik nodig u uit met mij vandaag te bidden. Barmhartigheid voor ons leven, maar ook voor wie wij bieden, ook voor mensen die moeilijk hebben, barmhartigheid. Wij zijn iedereen gelijk. Wij iedereen hebben gezondigd. We hebben iedereen de barmhartigheid, de liefde van God nodig. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.